Kim Jong-un wacht acties VS af. En uitgezette moeder loog tijdens asielprocedure. Goedemorgen. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft zich door de legerleiding laten bijpraten over een eventueel plan voor een aanval op het Amerikaanse eiland Guam. Kim sommeerde het leger om te alle tijden klaar te zijn voor een aanval, maar hij wacht eerst de acties van de VS af. Zo maakte het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA bekend. Het drama rond Lili en Howick uit Amersfoort wekte een storm van protest en woede, maar het lijkt erop dat hun moeder de problemen zelf heeft veroorzaakt. De vrouw, die gisteren zonder haar kinderen werd uitgezet naar Armenië, heeft veel leugens verteld tijdens haar asielprocedure. De moeder heeft tijdens de asielprocedure een aantal keer verkeerde informatie gegeven. Nou, het lijkt doelbewust. Ze heeft bijvoorbeeld verkeerde namen van haar kinderen opgegeven om instanties op een dwaalspoor te brengen. Deze vrouw zegt dat ze uit Azerbeidzjan komt, maar Nederland denkt dat ze uit Armenië komt. En Armenië heeft ook bevestigd dat deze mevrouw staatsburger is van Armenië. Nou, ze heeft keer op keer een nieuwe procedure aangespannen, die dus al 9 jaar loopt, terwijl ze wist al vanaf 2009 dat ze terug moest naar Armenië. Daarom heeft het zo lang geduurd. En ze heeft zichzelf dus eigenlijk in een positie gebracht dat haar kinderen hier zijn opgegroeid en ja, nu zeggen van, wij zijn hier volledig geworteld. Bij het Indisch monument in Den Haag worden vandaag de slachtoffers herdacht van de Japanse bezetting van Nederlands-Indië. Op 15 augustus 1945 gaf Japan zich over, waardoor er ook in Zuidoost-Azië een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Bij het monument worden kransen neergelegd. Het is dit jaar precies 75 jaar geleden dat de Japanners Nederlands-Indië binnenvielen. De twee bestuurders van het bedrijf Chickfriend horen vandaag of ze langer vast blijven zitten. De twee verdachten werden afgelopen donderdag opgepakt in het strafrechtelijk onderzoek naar het eierschandaal. De mannen uit Barneveld en Zaltbommel worden verdacht van het in gevaar brengen van de volksgezondheid door gebruik van het middel fipronil in stallen met leghennen. En defensieminister Jeanine Hennis-Plasgaard overlegt vandaag met haar Amerikaanse collega James Mattis. De twee spreken elkaar in het Pentagon. Op de agenda staan onder meer de lopende militaire missies waaraan beide landen meedoen, zoals in Irak, Syrië en Afghanistan. En tot zover het nieuws van Telegraaf vandaag. Fijne dag!